We zijn nu op de Donau 42, Mercedes-Benz dealerbedrijven. Ik ben Sebastian Bruinix. Ik werk 8 jaar voor het bedrijf inmiddels. En ik ben zeer benieuwd hoe het gaat worden in de flagship store. Het gaat onder de noemer belevenswerk. Daar zitten eigenlijk 2 termen in. Enerzijds is het beleven, hè, dat is waar we naartoe willen met z'n allen. Anderzijds is dat levenswerk. De meeste van ons werken al heel lang voor het merk Mercedes en gaan dat bijna opvatten als levenswerk. Want daar gaat het uiteindelijk om richting onze klanten. Wij willen ze hier de Mercedes-Benz beleving geven. En dit zal zeg maar de volgende fase zijn in de ontwikkelingscurve van ons bedrijf. Ik ben Laura Donselaar, ik ben serviceadviseur bij Mercedes-Benz Den Haag. Mercedes-Benz Den Haag betekent best wel veel voor mij. Het is mijn werk, waar ik het enorm veel naar mijn zin heb. Ik heb onwijs leuke collega's. Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk toe. Ik verwacht een mooi bedrijf wat uitnodigend is voor de klant. En waar een mooie beleving voor de klant zal plaatsvinden. Ik denk nu al een prachtig plaatje van wat er is. En om dat af te sluiten, Mercedes-Benz Belevingswereld Den Haag. Oftewel voor de velen dan in de volksmond genoemd de flagship store. Wat zal dat worden? Gewoon letterlijk de jaloersmakende mooiste winkel van Nederland. Ja, ik kan eigenlijk niet wachten totdat het zover is om daar in zo'n mooi bedrijf te mogen en kunnen werken. Flagship Store Den Haag wordt de grootste, de mooiste van heel Europa. Daar ben ik van overtuigd.